Venrijs Mannenkoor houdt dit jaar zijn eindejaarsconcert in de evenementenhal. Om groots uit te pakken is er een speciale gelegenheidskoor, de Beatles, gevormd. Het gelegenheidskoor is ontstaan omdat we als Venrijs Mannenkoor mannen in Venrij en omgeving de kans wilden bieden om eens eenmalig kennis te maken met het Venrijs Mannenkoor. En zeker ook om een passie voor zingen te onderhouden en te ontwikkelen. En we willen ze daartoe het podium bieden op ons eindejaarsconcert op de 17e december in de evenementenhal. De term koor klinkt meestal snel wat oudbollig en stoffig. Toch heeft het mannenkoor flink energie gestoken in het porren van de jongeren. Het Venrijs Mannenkoor kenmerkt zich toch, als we dat in de mannenkoorwereld vergelijken, door een relatief jonge leeftijd. En ook bij ons koor zitten jongelui van rond de 30, net 30 jaar, die toch geënthousiasmeerd worden door het warme bad waarin je hier als jongeman opgevangen wordt in het Venrijs Mannenkoor. Ons koor is nooit groot genoeg, dus wij zijn zeker op zoek naar jonge, enthousiaste mannen. En ik mag dan ook niet onvermeld laten dat de jonge mannen die hier binnenkomen, en daar was ik een jaar of wat geleden ook zelf iemand van, dat die toch verrast waren door datgene wat je hier in een Venrijs Mannenkoor tegenkomt. En dat is een heel ander repertoire dan misschien de meeste mensen zich bij een mannenkoor voorstellen. Een heel andere sfeer dan bij een oudbollig mannenkoor hoort. Want het Venrijs Mannenkoor is modern, vlot en hoort bij de jaren 2016. Het koor, de Beatles, is een van de gastoptredens op 17 december. Maar zij zijn niet de enige die die avond op de bühne verschijnen. Ja, Kim Lian, zoals je misschien gezien hebt. Dan hebben we natuurlijk nog een aantal lokale artiesten. En we hebben nog een verrassingsact in petto. Volgens de organisatie is dit optreden een concert dat niet gemist mag worden. Het is georganiseerd natuurlijk door het Venrijs Mannenkoor. Dat is natuurlijk dat is kwaliteit. Het is gewoon uniek en het is de bedoeling, en dat is natuurlijk wel iets anders dan een gebruikelijk eindejaarsconcert, dat mensen geacht worden mee te doen. Dus actief meezingen, meedansen, meespringen, wat jij wil. Door uit te wijken naar de evenementenhal is het ook mogelijk om meer bezoekers binnen te halen. De kaartjes zijn nog te koop. We hebben altijd zo'n beetje 625 toeschouwers in de schouwburg gehad, oftewel volle bak. We hebben nu uiteraard gemikt op een groot aantal en we zitten nu al ruim boven de 1200. Dus wat dat betreft kunnen we wel van een succes spreken. Maar er kunnen er nog 800 bij, dus we zoeken nog 800 mensen die deze unieke gebeurtenis mee willen nemen. Zanger van de Beatles worden is nu niet meer mogelijk. Maar een nieuwe John Lennon kan zich natuurlijk altijd melden bij het Venrijs Mannenkoor.